Gil Dijings. 3-1 op het einde, maar ik denk dat Essen het eigenlijk heel moeilijk gemaakt heeft. Ja, zeker de eerste helft. We geven zomaar een doelpunt weg, was eigenlijk ja, was onnodig. Ik denk de eerste 15 minuten zaten wel goed in de wedstrijd. Geschiet op de lat, krijg je nog een kans voor langs. En ik denk dat het daarna gewoon wegvalt en we eigenlijk niet meer de controle hadden over de wedstrijd. En dan maakt Mep ook nog dat doelpunt. En ik denk, ja, laten we toch even ons, ja, de kopjes hangen. En dat we dan eigenlijk gewoon bij elkaar moeten komen en gewoon denken van oké, we maken dat doelpunt en de volgende maken we ook. En ik denk dat dat in de kleedkamer goed gezegd is tegen elkaar van niet de, ja, de kopjes laten hangen en gewoon vol voor elkaar. Want we hebben nog tijd zat om gewoon nog 2 doelpunten te maken. Dus ik denk dat we gewoon met z'n allen in de kleedkamer elkaar aan hebben gekeken en gezegd van nou we gaan ervoor. En dat zag je in de tweede helft ook van ja we hebben gewoon een hele andere ja, lichaamstaal. We wilden ervoor gaan, we wonnen de duels. Dus ik denk dat we goed als team goed om hebben gezet. Ja. Viel mij inderdaad op dat na de 0-1 even team down was. Jij maakt dan de 1-1, moet wel een heel groot moment geweest zijn. Ja, Lena liep achter mij en zei, ja, pas op upsides. En ik dacht, oh shit, weet je wel. En toen, ja, ik juichte niet echt, want ik dacht dat het buitenspel was. Maar gelukkig bleef de vlag omlaag en maakte ik een belangrijke treffer. Je hebt vorige week jouw eerste minuten denk ik bij Oranje, meegemaakt bij Oranje, ja. In de trainingsstage. Hoe was dat? Vertel daar eens iets over. Ja, super mooie ervaring. Ik had natuurlijk niet verwacht dat ik meegenomen werd op trainingskamp naar Spanje. Ik speelde tegen Spanje en Australië, maar om met Lieke Martens, Danielle van der Donk samen te spelen is natuurlijk een super mooie ervaring. En ja, dat vergeet je natuurlijk, ja, dit kijk je altijd op tv na en dan opeens sta je samen met hun op het veld. Dus ja, het is wel een hele mooie ervaring. Het vrouwenvoetbal leeft in Nederland enorm, dat ja. Merk je op alle gebieden. Jammer dat de toeschouwers niet binnen mogen, meestal het stadion uitverkocht. Ja, dus. Het is echt jammer, maar ik hoop dat gewoon nadat als deze periode voorbij is, dat gewoon weer iedereen, alle fans kunnen komen kijken, ook hier in Essen. Ja. Jij bent je eerste jaar hier in Duitsland bij Essen. Hoe bevalt jou dat? Ja, heel goed. Ik ben heel goed opgenomen in het team. Gewoon iedereen was aardig, meteen goed opgevangen. En ja, ik heb Duits les genomen, zodat ik ook gewoon iedereen kan verstaan en mezelf verstaanbaar kan maken. Dus ja, ik heb het echt naar mijn zin. En ik denk dat we een heel jong en ook echt een talentvol team hebben. Ja, dan zou ik zeggen, geniet van deze overwinning vandaag en op naar de volgende. Dankjewel. Dankjewel.